Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn er nu alweer bij Breda in Concert, het festival. Nederlandstalige artiesten, bommetje vol. De lijst is super duper lang. En iedereen heeft er keiveel zin in met een biertje erbij. Stralend weer. Wij gaan eventjes lekker meezingen. Ik zie wat je denkt. Ik zie wat je voelt. Ik lees in je ogen wat je doet. En wat ze vertellen, mijn levensverhaal. Speciaal voor dit concert naar Breda. Ja, we moesten een stage organiseren en we zochten een stad. En we zagen op Facebook dat er een evenement was. Dus dachten we, ja, lekker meenemen. Ja. Ja. En het is gezellig. Het is super gezellig. Het is echt leuk. Het is echt leuk. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja. Heb je nou wel iets meegemaakt waar je denkt, ja, dat was nou tot nu toe wel het hoogtepunt? Ja. Ja, weet je, kijk, mijn naam is Caroline. Dus als hij dan Sweet Caroline zingt, ja, dan ben ik gewoon helemaal in mijn element. Ja, ik heb net jouw optreden gezien. Echt, het dak ging er gewoon compleet vanaf. Hoe krijg je dat elke keer voor elkaar? Ja, dat blijft natuurlijk moeilijk, maar ja, ik ben altijd heel enthousiast. En dan probeer ik het over te brengen op het publiek. En dan moet je ook nog hopen dat ze meedoen. Maar ja, hier ook, ja, dat was een groot feest, gelukkig. Ja. En heb jij nog een bepaalde band met Breda als je optreedt? Nou, ik heb wel een band met Brabant. Ik kom uit het midden van het land, maar ik zing denk ik 100 keer per jaar in Brabant, al 4 jaar lang. Dus ja, ik heb er wel een klik mee en ik merk toch wel dat het hier altijd gezellig is. Ja, ik hoor heel vaak Henk Dissel. Waarom zijn jullie allemaal zo'n fan van Henk Dissel? Ja, weet ik niet. Wat is er nou zo leuk aan hem? Gewoon een knappe gast. Oh, is dat is het. Hallo Gijs de Bruin. Hallo. Je hebt gewonnen. Dankjewel. Met wat heb ik gewonnen? Dat weet ik niet. Een interview. Ja. Oh, met jou? Ja. Gefeliciteerd! Ik voel me helemaal vereerd. Ja, hoe ben je het vandaag? Ja, fantastisch. Ja? Wat maakt dat? Wie is dat? Dit is het feestje van het jaar. Dat is mijn vriendin. Oh, hallo vriendin van Gijs de Bruin. Ja, jij moet nog het podium op. De meesten die ik al heb geïnterviewd, die komen er net vanaf. Wat verwacht je ervan vandaag? Ja, ik heb meerdere malen hier mogen staan. En als ik vanuit ga van de vorige keren, dan moet het weer gewoon één groot feest zijn. En als je kijkt nu ook, nu zie ik een beetje. Ja, het dak gaat eraf hier in Breda. En heeft het weer, als het nou warm is, heeft het dan nog invloed op zo'n zanger als jou? Ja, invloed. Kijk, ik weet wel dat mensen, je ziet ze allemaal puffen, want het is warm. Want volgens mij is de gevoelstemperatuur vandaag geloof ik 34 graden. We mogen niet klagen dat we af en toe een windje hebben, dat dan weer wel. Maar ja, tuurlijk, het is natuurlijk benauwd. Ik heb ook respect voor de mensen die allemaal komen. Kijk, de mensen liggen toch lekker op het strand en die zitten lekker aan een strandtent. Maar hier zitten ze gewoon in Breda, een concert, gaan ze gewoon vol gas. Heb jij wel goed ingesmeerd? Je bent wel rood. Ja, ik dacht dat het niet meer nodig was, maar blijkbaar wel. Het is wel nodig, hè? Ja. Ja. Al die mooie dames hier om je heen, je wordt er gewoon rood van, hè? Ja, dat is gewoon rood van. Ja. Hoe beleef je nou zo'n concert? Ja, dit is top. Ja? Ja. Lekker kort ook. Je komt net van het podium af, gelijk een interview. Dankjewel daarvoor allereerst. Ja, graag gedaan. Hoe ging het? Ja, het was superleuk. Maar dit is, ik heb al een aantal jaren op Breda in concert mogen zingen. En ik moet zeggen, ieder jaar is het wel echt heel gezellig. Kijk, Brabant staat natuurlijk bekend onder gezellige feestjes. Ja, dat hebben ze vandaag wel weer waargemaakt. Nou, je moet zo meteen nog het podium op. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er altijd zin in. Hier Breda een concert. Het is altijd gewoon al een feest op zich. En ik ben blij dat ik nu al volgens mij het derde jaar er al mee bij mag zijn. Ja, heel leuk. Ja. En jij? Ik ga naar de camera kijken. Heel leuk. Wil je iets zeggen tegen de mensen thuis? Heerlijk! Wil je iets zeggen? Moet komen! En jij, hoe vind jij het? Ik vind het heel gezellig. Veel plezier! Liet ik je daar nu gaan! Hele lieve zoen van mij, dankjewel, tot ziens! Dankjewel! Alsjeblieft! Jij moet mee naar de Voice! Ja, dat heb ik weer gehoord! Jouw grootste hit natuurlijk, Later Zonder Je Hart, die doet het voor me altijd goed, waar je ook bent, of niet? Ja, dat is eigenlijk wel een van de grootste hits die ik heb, ja. Maar bij ons in Brabant begint het ook al te borrelen. Ja, Later Zonder Je Hart is inmiddels van 2007 en je ziet hem elk jaar aangroeien. Op Spotify gaat hij naar de 6 miljoen kliks. Oh, dat dus binnenkort is je platina. Ja, daar gaan we voor. Kijk, wil je nog iets zeggen tegen de Breda's kijker? Breda's kijker, wat zou ik er tegen zeggen? Kijken. Blijven kijken naar Breda Nu. Later zon in je hart, ze schijnt. Breda Nu. Je weet het meteen.